In dit interview gaan we het hebben over Brain Balance met niemand minder dan Charlotte L.A.B. Charlotte, welkom bij Quality Book TV. Het is een spannende week voor jou. Dankjewel, je Ja, dat je klopt. Fantastische boek komt deze week uit. Ja, Brain Balance, het brain boek. Brain Balance, het boek, ja. In zes stappen en 60 dagen in balans. Ja. Dat is een mooie belofte. Ja, klopt. Ja. Ben je ja. er lang ja. mee bezig geweest met het boek? Ja, nou, toch wel bijna een jaar. Dat is wel iets. Uh... Lichtelijk onderschat ja. of mezelf overschat. Dat ja. is maar net hoe je er naar kijkt. Maar uh, ja, daar ben je toch al een jaar mee bezig om een goed boek te kunnen schrijven. Ja, dat begrijp ik inderdaad. Want jij bent uh, Brain Balance Expert. Hoe, hoe, hoe is dat zo op je pad gekomen? Ja, Brain Balance Expert. Eigenlijk ben ik gaandeweg in mijn eigen ja, onderzoek naar een disbalans die ik ervaarde. Vragen met van zou ik niet meer uit het leven kunnen halen, een onrust die ik had, enorm veel stress. Burnout-verschijnselen, verlammingsverschijnselen. Nou ja, eigenlijk het hele plan wat ja, je tegenwoordig heel vaak hoort bij mensen. Ja. Ben ik op zoek gegaan naar, maar hoe komt dat nou? En veel coaches die ik sprak, veel psychologen die ik sprak, die zitten heel erg in de ja, gevolgkant van pleisters plakken. We lossen hier een stukje op. Maar ik dacht: van ja, er, er zit meer, er zit ergens in de basis, zit er gewoon fundamenteel dan iets verkeerd. Ja. En ik kwam steeds vaker op het punt hersenen. Dus ik ben echt een neurowetenschappelijke hoek ingedoken van. Oké, okay, maar hoe werkt dat dan? Hoe sturen onze hersenen ons aan in onze dagelijkse processen? Maar ook op het moment dat we dus inderdaad te veel stress hebben, een disbalans ervaren, de verkeerde voeding nemen. Eigenlijk alles wat slecht is voor ons brein. En dat vond ik heel erg interessant, want toen kwam ik er dus ook achter van. Ja, hé, hey, in die 26 jaar dat ik op school heb gezeten. is er nooit aan mij verteld dat je je hersenen ook zelf kunt gaan aansturen. Mm -hmm. Dat is iets wat. Ja, eigenlijk nog maar heel kort bekend is ja. en dat is zo'n ja eigenlijk een gemis in het scholensysteem dat ja. er niet geleerd wordt van oké okay, hoe ga je om in het leven met je brein ja want je je vertelt inderdaad nou ja best wel heftige symptomen die je, die je kreeg door door stress veroorzaakt ja. hoe komt het dat jij inderdaad dat bent gaan onderzoeken en niet uh, nou ja zoals de meeste mensen in de in de in de medicijnen bijvoorbeeld uh, terecht bent gekomen ja, dat is eigenlijk een, een, een samenloop van omstandigheden. De neuroloog bij wie ik onder behandeling was, die vertelde me letterlijk: jouw zenuwstelsel is dusdanig aangetast door te hoge stress dat als jij op deze manier doorgaat beland je binnen nu en twee maanden in een rolstoel. Wow. Zo nou, heftig. Dan, ja, ja, zo heftig. En toen dacht door, ik door door stress. Nou en... dat. Jeetje. En toen dacht ik ook. Toen zei ik maar, maar het, door stress. Toen zei hij, ja stress kan echt kan je hele lichaam gewoon destroyen. Ja. En ik dacht altijd: stress, ja, dat hebben we allemaal en dat hoort erbij. Dat zeiden mensen ook tegen me. Van, ja, weet je, iedereen heeft stress en iedereen ja. heeft last van zijn nek en van zijn rug. Maar dat het dusdanig jezelf ziek kan maken. Nee, zover was ik nog helemaal niet. Nee. Dus ik ben eigenlijk begonnen bij stress. Nou, daarover gaan lezen. En dan kom je bij de functie van stress. Stress heeft een functie. Uh, kan heel positief voor ons werken, maar ook negatief. Ja, maar wat is de positieve functie van stress? Nou, de positieve functie is bijvoorbeeld dat je, als je een deadline te halen hebt op je werk... dat je door middel van stress haal je die deadline. Je bent scherp, je hebt adrenaline, noradrenaline, je maakt cortisol aan... waardoor dus eigenlijk alles in de focushoek heel goed gaat. Maar wanneer dat cortisolniveau, maar ook je adrenaline niveau, lang aan blijft houden... en dan heb ik het met lang eigenlijk al twintig minuten en meer, wordt dan al schadelijk... Okay. dan wordt het chronisch. En dan ga je dus echt een belasting voor je, fysiek maar ook mentaal, ja, opleggen. En ja. dan, dan kun je echt in gevaarlijke situaties terechtkomen. Dat gebeurt niet binnen een week. Nee. Ik ben, het is bij mij ook niet zo dat ik een week stress heb gehad. Bij mij is het een, nou, een jarenlang traject geweest ja, ja. dat ik stress heb gehad. Ja, ja dat is niet iets wat, wat, wat een paar weken duurt. Nee, dat, dat iets, stapel je op. Kijk, een lichaam stress. kan heel ja. veel aan, maar dan in één keer is het wel ja. klaar. En vooral het negeren van signalen, en dat heb ik gedaan, maar dat zie ik in mijn omgeving ook. Nee. Mensen negeren signalen die je lichaam, je onbewuste brein eigenlijk gewoon continu geeft. Noem eens een paar van die signalen. Uh, bijvoorbeeld heel moe zijn, okay. en dan zeggen we ja, nee, maar ik ga toch eventjes uh, naar die verjaardag, of ik blijf toch nee. overwerken, of ja, en dan, kijk, ik zeg niet dat als je moe bent dat je meteen op bed moet gaan liggen, moet gaan slapen, nee. maar het zijn wel signalen van jouw hersenen van hey, er is even iets niet goed. Luister daarnaar. Misschien heb je andere voeding nodig, maar misschien heb je wat meer beweging nodig. Het is ook niet één ding, dus ik heb verschillende facetten gekaderd bij elkaar. Ja. Dus bijvoorbeeld een ortomoleculaire voedingshoek, daar heb ik een opleiding in gedaan. De NCE-methodiek, dus echt vanuit de neurowetenschap, neuro effect Waarom reageren, hoe dat we reageren, dat ben ik helemaal gaan uitzoeken. Ik heb met heel veel experts gepraat. Beweging is belangrijk, slaap, ontspanning. Dus er zijn heel veel factoren die jou in brain balance kunnen brengen. Maar die je er ook weer uit te kunnen halen. Ja. En als je ja, die zes allemaal op orde hebt. dan ben je ook veel ja, bestandiger tegen stress. Ja. Dingen die tegen zitten. Maar het is best een proces, want jij bent er inderdaad achter gekomen. Nou ja, weet je, het, het, het voornaamste zit toch. Uh, nou ja, bekende uitbraak tussen de oren ja. uh, in je brein. Ja. Uh, maar dat is niet iets wat je even aan en uit zet. is nee. dus niet dat iemand je er even vertelt en ik. Oké, okay, nou ja, nee. oh, inderdaad, goede tip, dat wist ik niet. Nee, was het maar zo simpel? Kijk, dat ja. is iets wat, wat heel veel mindset coaches zeggen: hè, van oké, okay, maar als we positief gaan Focus. denken. Ja. maar dan zeg ik, maar wacht even, we slaan drie stappen over. Want je kunt pas positief gaan denken als je fysieke, chemische processen in dat brein. Echt gaan veranderen. Ja, maar dit is misschien en... al best wel uh, uh, ver van de bedchill van veel mensen. Ja. Want wat moet je dan doen om ervoor te zorgen dat je brein in een gezonde conditie komt? Ja, kijk, eerst wat ik vaak met mensen bespreek is waar komen we vandaan? Dus ja. als we dan eens kijken naar de ontwikkeling van dat brein, dat brein is miljoenen jaren oud. En in de afgelopen 400.000 jaar, dus je kunt je voorstellen dat ja, de, de hele neocortex, dus het, het mensenbrein, dat zit hierboven, mm -hmm. dat is pas zo'n 400.000 jaar oud, zeggen de onderzoekers. Het kan best dat dat morgen weer anders is, want wetenschap is ook niet altijd de waarheid. Nee. Maar dat is wat we nu weten. Want de hersenen blijven. Nou ja, kijk, dat gaat vooral over, ja. het blijft ontwikkelen sowieso, want het is neuroplastisch, maar het gaat ook over het stukje van de laatste opgravingen die gedaan zijn. Dan wordt er gekeken naar een skelet, naar de vorm van een schedel en daaruit wordt gehaald van oké, okay, het mensenbrein, die neocortex bestaat 400.000 jaar. Dat kan best wel eens 800.000 jaar zijn, maar wat nu gezegd wordt, 400.000 jaar. Als we dan kijken naar het brein, in die 400.000 jaar, schijnt het dat het maar 2 tot 3 procent veranderd is. Maar als we kijken naar het leven 400.000 jaar geleden en het leven nu... Nou, dat is geen 2, 3 procent veranderd. Nee. Misschien wel 3.000 procent. Ja. En die veranderingen in die moderne wereld gaan zo ontzettend snel. Dat gaan wij niet bijhouden. Nee. Wat, is, wat is een van de allerbelangrijkste punten waar je hebt gemerkt waar wij mensen echt de fout uh, uh, in gaan... Met, met betrekking tot het verzorgen van je hersenen? Wat is, denk je, voor jou nou, een van de belangrijkste elementen? Nou, het belangrijkste element is überhaupt dat we helemaal geen erg in hebben dat we die hersenen hebben... en dat we ze op een bepaalde manier moeten behandelen. Ja. Daar gaat het denk ik al fout, en dat is iets wat ik zelf ook jarenlang heb gedaan. Want je neemt het voor lief dat alles wat je doet, de, de bewegingen die ik maak, hoe ik nu praat met jou, hoe ik nadenk, hoe ik reageer op bijvoorbeeld bepaalde lichtinval. Het zijn kleine dingen, maar ook grote dingen. 24-7 werkt dat brein voor je. Ja. En wij doen heel veel dingen die ons brein niet helpt om daarin goed te kunnen. Ja, produceren. Zoals voeding bijvoorbeeld. Voeding bijvoorbeeld. Ja. Kijk, wij wij. Ik zeg, ik zeg wel eens ons lichaam, maar ook ons mind is een, een chemische fabriek. Ja. En als die hele fabriek op een hele goede manier wordt onderhouden, uh, op tijd worden de organen onderhouden met de juiste voeding, beweging, slaap. Dan kan dat hele proces goed voor je draaien. Dan zul je dus ook niet zo snel een opgejaagd gevoel hebben, angstig zijn, misschien uh, je depressief kunnen voelen, mentaal overbelast. Veel mensen zeggen tegenwoordig, ja, ik heb zoveel ballen in de lucht te houden. Mm -hmm. Dat komt ook daar vandaan. Vaak is het een tekort van voeding, bijvoorbeeld. Dat dat brein gewoon letterlijk vastloopt. Die zegt. Hé, hey, geef mij eens wat aandacht. Want je wil dat ik voor je produceer. Je wil dat ik 12 uur, 14 uur per dag voor jou de hele dag doorga. Maar ik krijg van jou niet de, de input om iets moois te kunnen leveren. Er is echt veel mis, met de manier waarop wij eten in deze tijd. Heel veel mis. Ja, ja dat, het, het voedingspatroon. Als je ook kijkt naar de tijdlijn, is er in de afgelopen 80 tot 100 jaar zoveel en zo hard dingen veranderd in die voedingsindustrie. Mm -hmm. Kijk, we eten nu vooral heel veel bewerkt voedsel. Nou, bewerkt voedsel, suikers. ja, suikers bijvoorbeeld, maar bewerkt voedsel is ook letterlijk um, iets uit de natuur halen, maar daar dan de voedingsstoffen uithalen. Chemische spullen instoppen, zodat het heel lang houdbaar blijft. Maar dat doet niks meer voor ons hele lijf, maar al helemaal niet voor onze hersenen. Mm -hmm. En als je dan weet en bedenkt dat je hersenen zo'n anderhalf, één, anderhalf, twee procent van je hele lichaamsgewicht zijn. Dus dat is maar heel, dat is heel klein, heel compact. Maar wel zo'n twintig tot vijfentwintig procent van je hele energiehuishouding kost. Kun je je voorstellen dat ja, alles wat je het geeft, dat daarvan dat het op een gegeven moment uitgeput is. Ja. En dat zie je in bedrijven ook veel, dat op een gegeven moment na één uur smiddags de productiviteit gewoon naar beneden gaat. En dat mensen gewoon zeggen van ja... Ik heb een hele to-do list. Ik merk in de ochtend dat ik lekker mijn uren kan maken. En smiddags ja, komt er vrij weinig uit mijn handen. Het ja. is dus echt een manier van ja, hoe zet je die hersenen ja. in? Hoe, hoe, hoe merkte je bij jezelf? Uh, wat, wat was voor jou het grootste verschil toen je uh, bewuster ging eten, gezonder ging eten? Alle suikers uh, alle weggelaten? Ja, nou, met, je jezelf, met voeding, ja, met voeding zelf merkte ik echt al binnen een week, binnen twee weken, dat ik veel meer energie kreeg. Uh -huh. Ik kon weer uh, helderder veel nadenken, veel constanter, ja, dus ik... um, maar toen ik daarbij ging toevoegen dus ook de beweging en snapte wat mijn brein nodig had en wat de signalen zijn, ja dan merk je in een keer dat je veel minder snel geïrriteerd bent. Um, ja, kleine dingen, mijn man die zegt ook wel eens, nou vroeger konden wij nog wel eens een discussie krijgen, maar nu denk je van ja nee dat is de manier waarop jij kijkt naar de situatie. Mm -hmm. ik, prima, ik denk er anders over, het is oké. Okay. Nee. Maar dat begrijp je vanuit een hersenproces. Ja, precies. Want en laten we even de pijlers bekijken. We hebben voeding, beweging. Ja, ontspanning, slaap. Ontspanning, ja. Belangrijk is stress. Want wat doet stress voor ons? Maar wat doet het tegen ons? Mm -hmm. Dus dat te gaan leren begrijpen. En, en dat letterlijk. Dat je het kan inzetten eigenlijk. Hè? Ja, dat ja, je het kan inzetten. Ja. En dat je ook weet op een gegeven moment, ik zeg wel eens voor de grap, van laten we nou eens een intervaltraining doen met stress. Twintig minuten full focus in die stress. Vijf minuten even ontspannen, dan weer twintig minuten vol voorgaan. gaan. Dat is de beste manier om jouw brein voor je te laten werken, om die focus te hebben en om ja, echt op toppen te kunnen presteren. Ja. Maar die is heel lastig, want dan zeggen mensen, ja maar wanneer weet ik dat ik stress heb? Nou ja, ik denk met na alle gegevens die ik heb verzameld, de experts met wie ik heb gepraat, ik heb veel met neurowetenschappers ook echt aan tafel gezeten, dan is toch twintig minuten, more or less, is wel de tijdspanne die we hebben. En dan wordt het schadelijk, dus dat is heel kort. Ja. Ja, extreem. Hey, jij bent, je, het leeft enorm in Nederland uh, uh, waar jij het over hebt. Je hebt ook een enorme following al uh, op, uh, op social media. Uh, is het niet bijna onbegonnen werk om mensen. Uh, want, want mensen moeten nogal wat veranderen om, uh, om in balans te komen, om het daar maar even bij, uh, bij te houden. Hoe, ja. hoe pak je dat aan? Wat, wat, wat is je missie? Nou, kijk, de, de missie is in eerste instantie uh, mensen op de hoogte brengen. dat er a. hersenen in hun hoofd zitten. Ja, kijk, dat weten we. Ja. Maar de bewustwording wat dat brein nog meer kan, dat is er helemaal niet. We zijn ons niet bewust dat dat brein neuroplastisch is. En dat betekent niet meer en niet minder dat we alles kunnen veranderen in die hersenen. Kijk, ze zijn gekaderd. We groeien op. En in de eerste acht jaar van het leven, en dat is echt, dat is bewezen in de eerste acht jaar... wordt er gewoon 75% van jouw hersenkaders wordt gevuld. Nou, dat is je opvoeding, dat is het scholensysteem. Vriendjes, vriendinnetjes, maar ook ouders van vriendjes en vriendinnetjes. En je neemt eigenlijk, dat doet dat brein, dat is een van de feiten en dat vind ik heel interessant... Dat dat brein letterlijk alles wat het geleerd krijgt in de eerste jaren... Mm -hmm. aanneemt voor waarheid. Ja, maar wat is de waarheid? Dus als je dan in één keer gaat kijken als je volwassen bent... dat je denkt, wacht even, ik reageer op die situatie... want ik heb dit meegekregen. Maar misschien als ik deze opvoeding had gehad... had ik daar anders op gereageerd. Dan kun je dingen gaan veranderen. Ja, want nou, het, is wel, het is wel aan te passen, zeg maar. Ja, het is aan te passen. De, ja. dat, daarvan wordt gezegd, binnen drie à vier weken... Uh, kun je echte neuroplasticiteit, okay. kun je patronen gewoonte ja. gaan aanpassen en ja. er iets anders voor in de plek zetten. Ja. En dat klinkt voor heel veel mensen hocus pocus, want ik ja. zeg letterlijk ja, je kunt je brein opnieuw gaan herprogrammeren, ja. opnieuw bedraden. Ja, en dat is, dat vind ik zo mooi. Ja. En het is niet dat je je hele leven binnen die 40 dagen gaat veranderen, maar kleine stappen, kleine patronen en uiteindelijk wordt dat een groot geheel. Ja. Je geeft ook veel seminars in het land. Uh, uiteraard ben je ook te boeken als, uh, als spreker. Wat kunnen mensen verwachten van, van een programma waar jij als spreker uh, wordt uitgevoerd? Nou, misschien is het leuk om het te vertellen vanuit de bezoeker. Dus ja. dat wat ik terughoor nu, uh, na, na die jaren dat ik dit doe. Is dat mensen zeggen: Wauw, je, je maakt redelijk lastige stof toegankelijk. Waardoor iedereen het begrijpt. Okay. En de eye-opener van: jeetje, dat dit allemaal kan. Dat dit er is en hoe dat het werkt. Ja, dat, daar verbazen mensen zich over. Ja. Bijvoorbeeld op voeding. En dat is dan een van de vele pijlers die ik aankaart. Maar dat je brein 45 voedingsstoffen nodig heeft per dag. En als je echt gaat kijken, dan mag je blij zijn dat de meeste Nederlanders maar met 10, misschien 15 voedingsstoffen dat, dat al halen. Dus dat betekent dat, ja. dat er een tekort is. Ja. Daar staan mensen al van te kijken. Van, oh voeding is niet alleen voor mijn lichaam. Maar wacht even, het start hier. En dan pas kan het lichaam gaan functioneren. Ja. Ja. En, en, en hoe merk je het in het bedrijfsleven? Want je, ja, uiteraard, je geeft ook lezingen voor uh, veel in het bedrijfsleven. Uh, wat voor onderwerpen stip je dan aan? Ja, onderwerpen als hoe hou ik mijn focus vast? Hoe zorg ik dat ik mijn deadlines kan halen? Maar vooral hoe zet ik mijn hersenen in om ook in, in team, dus echt op de, op de vloer met elkaar beter te kunnen samenwerken. Ja. Want iedereen is dus gekaderd, en dat is het mooie van die conditionering, dat als je met tien man bent, iedereen heeft dus bijna hetzelfde brein, maar het is anders ingericht. En dan kun je je voorstellen dat als een collega bijvoorbeeld naar links wil en jij wil liever naar rechts en dat, dat wordt een discussie. Ga nou eens naar die oorzaak. En hoe komt het dat het een discussie wordt? Dan zijn er geen discussies meer nodig op de ja. werkvloer. Dan kom je in een bepaalde flow. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Zo'n flow dat je denkt: Oh, alles lukt. En yes, ik krijg veel meer gedaan dan andere dagen. Mm -hmm. Daar kun je uiteindelijk heen met Brain Balance. Dat dat niet één dag in de twee weken is, maar dat het iedere dag zo gaat zijn. Ja. En dat je je energie hoog houdt en dat je je energie op de juiste manier inzet. En dat er geen waste meer is van je energie. Ja, waardoor ja, rendement gewoon 20, 30 procent omhoog gaat. Ja. Bij jezelf, maar dus ook uiteindelijk in het bedrijf. Ja. Ja, ik vind het een knappe missie. Je weet, ik ben zelf ook uh, uh, iemand die heel bewust met, uh, met voedsel, uh, met voeding uh, onder andere bezig is. Um, maar het, het is ook wel, en het, dat vind ik wel heel knap bij jou, jij, jij bent ook heel actief ook op social media. Hele ja. goede kwalitatieve content maak je. Uh, en ik snap ook wel waarom. Het is natuurlijk ook best wel een veranderproces wat je in gang wil ja. zetten. Ja. Uh, mensen zijn nog zo ver af van hoe het eigenlijk zou moeten. Of ja, moet, ja, ja misschien wel ja. moeten. Ja, ja. Ja. En, en, en hoe, hoe zie je dat voor jezelf, voor de toekomst? Hoe ga je mensen echt meenemen in die, in die missie? Merk je ook dat je bij mensen dingen verandert? Of... Ja. Ja, ja, kijk, het is, het is inderdaad wat je zegt, het is een proces. Ik merk ook echt wel dat er, dat er mensen zijn die echt denken van ja, waar heb jij het in godsnaam over? Ja. Je bent geboren met een stijl hersenen en daar doe je het mee. Ja. Maar dat is, dat is sinds, sinds kort weet, weten de neurowetenschappen, dus ik ook, want daar leer ik mm -hmm. uit. Dat we iedere dag nieuwe hersencellen krijgen. En we krijgen iedere dag tussen de 700 en 800 nieuwe hersencellen. En dan denken we dat is veel, maar we hebben miljarden hersencellen. Maar het is wel een bewijs dat je, dus je hersenen, letterlijk opnieuw kan gaan trainen. Opnieuw kan gaan inrichten. Jezelf opnieuw iets kunt aanleren. Maar dat voor heel veel mensen is dat echt nog ja, ver van de bedshow. Dus ik merk ook wel dat ik met, met een heel nieuw thema bezig ben. En echt in de oorzakelijke ja, kant zitten, niet de gevolgkant. En dat is ook het verschil met ja, wat de vele mindsetcoaches. Die zitten in de gevolgkant. Maar dan ga je nooit, maar dan ook nooit een hersenproces veranderen. Gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Nee, en het mooie is, ik vind, je, je stipt ook alle onderwerpen aan. Ja. Het is het hele pakket. Hè? Heel ja. veel die focussen zich op één ding. Bijvoorbeeld alleen voeding of alleen beweging. Of inderdaad nou ja, meer op de mindset, uh, meer de spirituele kant. Ja. Jij, jij raakt eigenlijk alles aan. Ja, het, 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 ik ben echt... En, en op een hoog niveau, echt... dat vind ik mooi. Ja, waardoor... ik ben echt van mening dat... Je kunt als mens zijnde niet in balans raken door alleen kennis over je brein te hebben. Je kunt als mens zijnde niet alleen in balans raken door iedere dag goed te sporten, of goed te eten, of voldoende ontspanning te hebben. Het is een, een, een samenhang van dat alles. En vooral het teruggaan ja, naar hé, hey, waar komen we vandaan? Ja. Wij komen uit de natuur. Wij zijn gewoon een natuurproduct. Ja. Wij zijn ook een van de diersoorten. We voelen ons heel anders. Maar we leven heel anders. Ja, en daar kijk ik dus ook naar. Dus ik stel ook wel dingen. Ja, vragen stel ik ook aan mensen. Van, ja, okay, maar hoe zie je dat nou eigenlijk, hoe wij nu leven? En dan reageren mensen ook van. Ja, eigenlijk leven wij niet heel no natuurlijk of op een nee. normale manier. Nee. En eigenlijk is het ook pas een korte tijd hè, dat we ook. Hè, als je het ziet op de hele geschiedenis van de mens. is het pas een hele korte tijd dat wij ons in steden zijn gaan ja. opsluiten. Ja. En ongezond zijn gaan eten. Dat is het. Bewegen. Maar daarom ja. zie je ook wel, mede daardoor, door dat hele lijfstijlveranderingspatroon. Dat we totaal van de kaart raken. Dat er zoveel mensen met burn-outs komen, depressies. Maar wat denk je van obesitas, um, dementie, Alzheimer. Dat zijn allemaal vanuit moderne hoe dat ik ziektes, het zie, ja. moderne ziektes, maar die aangestuurd worden vanuit dat brein. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Oosterse cultuur of de indianenstammen, vind ik heel interessant om daar naar te kijken van hoe leven die. Ja. Die leven op een hele andere manier. Letterlijk, in Japan heb je hele afdeling in de supermarkt Brain Foods. Daar wordt gewoon uitgelegd als je dit eet. Dan zet je dit proces in gang. Oh ja. ja, dat is. Ik vind dat waanzinnig en fascinerend. Ja. En ik geloof dat dat in Nederland gaat dat ook gebeuren. Want ja. we hadden eerst hè, vegetariërs. Dat, dan was je een geitenwolle sok. Nou, dat is nu hip. Mm -hmm. Vegan, nou, dat was nog helemaal een brug te ver. Dat is nu ook hartstikke Oeh. hip. Ja. ja. En ik geloof dat de volgende verandering echt dat brein gaat zijn. Ja. En mensen vinden het interessant. Soms ook heel spannend. Maar ik merk ook echt. Ja, in mijn achterban dat mensen ook zeggen, wauw, jij geeft ons zo'n andere ja. kijk op, op een tool die je inderdaad gewoon niet inzet. Ja, nou, ik, ik ben natuurlijk al een aantal keer al bij presentaties van jou geweest. Wat ik ook wel mooi vind is dat ook dat veganistische is nu dan heel erg hip en trendy. Ja. Maar heel veel mensen vergeten dat veganistisch ook niet per definitie gezond is. Want nee. er zijn heel veel mensen die dan... Uh, veel brood gaan eten, veel suiker gaan eten. Want dat is, valt dan wel binnen de normen van uh, ja. technisch eten. Maar dat is uiteindelijk ook weer niet gezond. Uiteindelijk gaat het niet zozeer om het labeltje. Nee, precies. Maar meer om... De balans. Ja, ja, ook en, daarin en zit, weer, ja. Ja, daar zit weer de gezondheid. En ik merk ook wel dat, dat er, nog, er is nog maar heel weinig kennis en onderzoek naar het hele vegan patroon. Wat, waarvan ik van mening ben, en ik ben zelf vegetarisch, maar dat wij wel dierlijke eiwitten nodig hebben. Dus ja. omega-3 is heel belangrijk. En dan kun je zeggen, ja, dat kun je ook hè, uit zeewier halen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Klopt. Maar uh, de dierlijke eiwitten, die worden alleen door dieren aangemaakt. En het is niet voor niks dat wij in de oertijd aten. We ook één keer in de zoveel tijd een stukje vlees. Maar dat was niet iedere dag. Mm -hmm. Als wij één keer in de drie weken een stukje vlees aten, was dat genoeg. Ja. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat dat brein überhaupt ontwikkeld is en dat wij mensen zijn. Dus we kunnen. En dat vind ik interessant. Hoe kijken we terug naar dat wij überhaupt hier leven zoals we leven? Ja, dat start allemaal in het brein. Ja. Hey mooi. Je, je, je boek is uit. Uh, is hij al eigenlijk al uit? Nou, as we speak, niet. Ja, hoor. nou Toch? ja, nu we het interview opnemen niet. Morgen. Ja, ja, ja precies. Morgen <laughs> Vanaf 10 september uit? landelijk verkrijgbaar. Maar het is nu al een mega succes. Ja, de eerste druk is er al doorheen. En hij ligt nog niet eens in de, in de schappen, om het zo maar te zeggen. Nee. Wat tof, zou je trots zijn? Ja, mega trots. Want dit ja. is je eerste boek, hè, die je hebt geschreven? Eerste boek. Wat gaaf. Ja. Superleuk. Ja, ik hoop dat ik veel mensen ermee kan inspireren. Ik denk dat dat uh, helemaal goed gaat komen. Dank je wel voor het interview. Dank je wel. Bedankt voor het kijken naar dit interview. Check vooral ook onze social media-kanalen en onze website voor nog veel meer leuke en inspirerende interviews. Dank je wel.